Hallo. Alweer niks gefilmd vandaag. Oh, wat slecht van mij. Maar, ik heb Loek. Ja, eigenlijk wel. Die kennis is die muntje. Oh ja, dat moet ik echt filmen. Zeg ja. Maar, ik heb wel Blue Curaçao met Red Bull. Dat maakt groen. Blue Curaçao is blauw. Van Green Curaçao. Green Curaçao, ja. Inderdaad, we gingen 1 of 2 centjes te gooien naar kindertjes. Ik zou hem heel snel opraden. Wie weet wat je ervan kan kopen. Niks. Waar is Mokkie nou? Bedankt. Ik ga mijn drink opdrinken. Ik ga mijn drink opdrinken eerst. Wil je dat geluid nog eens? Volgens mij is dat toch echt je onderbroek? Maar nee. Nee, die hand zie je weer, pikjager. Ja. Ben een pikjager. Het leven van een vleesjager. Nee! Ga terug. Ga terug. Jongen! Geef mijn Oreo terug. Jongen, Mark, vleesjager. Jongen. Meisje. Mark. Meisje. Geef. Mark. Fuck jou. Lau, ga weg. Even mijn zoeken. Mark. Hou op. Ja, maar ik het was. Ogen dicht. Niet doen. Jongen, random. Ik wil jou gaan hebben. Omdat je zo lief bent. Geef dat dan. Nou, geef. Jongen. Geef. Ik heb niet. Mark. Home of yours, high five, boy. Mark, hebben jullie nog een fles cola? Maar als we geen blikjes meer hebben, dan gaan we de blikjes halen. Zit maar weer aan dek, oké? Mark?
Nee. Niet oké, okay, lang. Niet. Of zal ik 7-Up halen deze keer? Oké. Okay. Wil jij ergens ook wel iets of niet? Holy shit, ik ga 7-Up halen. Ah, ga in mijn tas. Oh ja. Yeah. Maar hij heeft de hele tijd aangestaan, denk ik. Kut. Ik weet niet of je dat nog gaan zien. En trouwens, hij doet het nog best goed volgens mij. Maar hij doet wel iets slecht, hè. Ik zie hem wel. Ik was even first person shooter aan doen. Ik ben even bij de back. Tien uur sporten. Die 10 uur sport. Stand down. Oké, één blikje. Twee blikje. Enemy spotted. Heel oud lichtje heb je de hele nacht aangestaan, hè? Welk lichtje? Serieus? Het laserlichtje. Echt? Oei. Dus ik ga mee naar het winkeltje. Ik ga nieuwe batterijen halen. Is je op bijna? Ja. Echt? Hij is veel minder scherp. Je ziet hem amper nu. Hij staat aan. Oh, hij staat aan. Moet je nagaan. Zal ik je zeggen dat ik hem helemaal niet meer zie? Wow. Je ziet hem gewoon niet meer zo wat, joh. Ja? Of zo? Ja, het ziet er wel goed uit. Alleen dan wel iets meer dat het in jouw richting gaat in plaats van schuin. Oké. En zoiets, ja. En dan zo. Je hebt er nog niet lood. Mag ik nog eens doen, nog eens? Nee, dat zie je wel, dat het niet echt zo. Ja, dan doe ik gewoon zo. Pik ik hem één keer op 17, dan kan ik hem niks mollen. Zo. Ja, dat was wel briljant. Dat kan wel. Klikt hem goed. Binnen? Geen idee. Marika! Ik denk niet dat ze dat zo zegt. Ik denk het ook niet. Kom. Wacht, ik doe de deur even dicht. Oh, is goed. Welkom bij. Achter de schermen. Hi back. Oh. Ik deed de titel. Ga maar. Welkom bij. Laatste eerste 2013. Achter de schermen. 2013. Oké. Welkom bij. Laatste eerste 2013. Achter de schermen. Bij. Bij? Dat zei ik. Bij wat? Dat zei ik al. Oh, La Siesta 2013. Welkom bij La Siesta 2013 achter de schermen. Gaan zo meteen de derde scène opnemen. Eigenlijk de tweede scène in het filmpje, maar voor ons de derde scène op. Van Mission Zombie. We gaan eerst de scène opnemen. Ja. Nee. Ik denk dat weet je zeker. Slapen. Hè? Slapen. Wie? Marika, dat zou wel kunnen. Waar is ze? Oh, misschien, maar ik denk het niet. Hier dat ze wat slapen. Hey, dat is er nooit toch? Die fiets daar. Ja. Zo. Volgens mij fiets niet daar. Is dus de caravan daar eigenlijk? Ja toch? Ja. Hallo. Caravan. Ja, was dat er? Misschien is Marika daar wel of zo. In ieder geval, wat moesten wij doen? Nou, als je honger hebt, moet je zelf ophalen. Zeg maar even. Moet je daar zelf heen komen. Oh, oké. Is goed. Nou, wij komen er vanzelf wel heen. Dan gaan we dus vanzelf heen. Wat een wonder! Zijn ze lam? Zijn ze lam? Hebben ze drank op? De ouders? Ja. Veel? Oké. Dat zijn jouw moeder, hè? Ja, dan weet ik genoeg. Godverdomme. Go Alex. Here's the
Zo, Mark kent ook die moves. Hallo. Welkom achter de schermen, kijkers. Alweer. Wat verbazen we nog? Het is een scène dat ik naar buiten loop bij mijn huis, slash hotel. Ja, we moeten nu even wachten tot de schoonmaakster klaar is. Waar we gaan filmen. Klopt. De deur kan niet op. Klopt. Oké. Okay. Dat zo'n schoonmaakster, die was net bezig met beginnen met schoonmaken. Dus we wachten eventjes, denken we. Maar nee hoor, ze houdt ons in de gaten. Ze kijkt wat we aan het doen zijn. Ik ga niet naar tennis dingen kijken, want dan krijg je bonen. Oh my god. Inderdaad. Dus, gaat zo opeens met de lastige gastplaats. Gaat die ook ons in de gaten houden, dus wij gaan eerst mooi ergens kipstukjes eten. En nu, kijkers, tijd voor een boner. Oh my god. Jammer dat het hele lichaam niet op beeld staat, maar ja, dat kan gebeuren. Ik ben een badass met zakwapen. Zakwapens. Je ziet ons gezicht niet door de zon. Hoi. Oké, eerst vraag ik. Film het maar. Ik ga ze filmen, ja. Oh wacht, ik ga met de camera naar hun toe lopen. Daar gaan ze nog veel genoeg doen. Eerst vraag ik. Ik wil het Bradkin Chicken Wings, mag ik wel tevoren? Ik ga er een fijn van maken. Gaat ze keihard schreeuwen? Oh ja, ik weet niet eens meer wat ze zei eigenlijk. Zeg ik, oh ja, dan kan je ook wel zachter zijn. Ik wil Bradkin Chicken. Gaat ze fluisteren? Ik wil Breadcrumb Chicken Strips. Ik wil Bradkin Chicken Strips. Ik wil Breadcrumb Chicken Strips. Heb je al gegeten? Ja, oh, serieus. Ja. Cool app. Echt zo. Dat is wel grappig. Nee, ze ging het eerst drie keer vragen, heb je al gegeten? Ja. En elke keer gaf het antwoord van, ja. Ik wil Bradkin Chicken Strips. Heb je al gegeten? Ik wil Bradkin Chicken Strips. Heb je al gegeten? Ik wil Bradkin Chicken Strips. Heb je al gegeten? Houd je klep! Nou, de klep is dik. Hij gaat nu bestaan. Het perfecte gerecht. Nee. Bradkin. Brad. Brad. Bradkin. Breadcrumb chicken strips. Met mayonaise. Okay. Met mayonaise. Je pakt er eentje. Je pakt er eentje. Je pakt de mayo. Je knijpt ze rustig in de mayo. En als je hem boven zit, dan knijp je het eruit. Boven het hele stripje heen. Dan kijk je even, bovenin wat? Over het hele stripje heen. Oh. Kijk, dan bewonder je het stripje. Om je lust omhoog te wekken. En dan gaat hij zo in. Om je lust omhoog te wekken. En dan gaat hij zo in. Wat een wonder. Wat een wonder van een strip. Nog een pluspunt van de Bradkin Chicken Strips. Twee bakjes vol met kip zijn zo klein geworden. Zo compact. Oh wauw, het ziet echt magolisch uit. Oké jongens, dit is onze tweede attempt om het filmen van de badkamerscène. Yep. Kun je heel fout opvatten, maar dat kun je ook gewoon normaal doen. 15 minuten batterij, kom uit.